Hallo beste kijkers, welkom bij het programma De Uitweg voor de Verslaving. Tot u gebracht door het UKGR Evangelisch Centrum. Een speciale uitzending om aan mensen te laten zien dat er een oplossing bestaat voor degenen die lijden onder de verslaving. Wanneer men denkt aan een verslaafde, dan denkt men heel vaak een stereotyp beeld. Aan iemand die dakloos is, over straat heen slentert, een verwarde indruk heeft, een winkelwagentje duwt en dergelijke. De waarheid in feite is dat de verslaving te vinden is op alle vlakken van de samenleving. Er zijn heel veel mensen die een keurige baan hebben, een goede sociale status of positie, die in feite verslaafd zijn. Mensen die keurige huisvrouw zijn, moeders van kinderen, succesvolle zakenmannen. Maar achter hun mooie baan, achter hun sociale status, achter hun vriendenkring, schuilt er de verslaving aan een bepaalde substantie of aan een bepaalde gewoonte. Punt is dat niemand er vanaf weet. Vandaag is mijn gast mevrouw Lenny Granville, die ons gaat vertellen hoe haar leven was. Ze had een goede baan, ze had vrienden. Maar achter dit alles schuilde er een verslaving, die beetje bij beetje haar leven begon af te breken. Waaraan ze verslaafd was, hoe ze eraan heeft geleden en wat ze heeft gedaan om eruit te komen, zult u zo meteen horen. We gaan eerst even naar een korte onderbreking en dan komen we zo bij u terug. Blijf met ons. UKGR.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie. Mevrouw Lenny, welkom in onze uitzending. Goedemiddag. Oké, hoe is het met u begonnen? Want waaraan was u allemaal verslaafd? Aan alcohol en aan sigaretten en aan sigaren. Alcohol, sigaretten en sigaren. Hoe lang was u daaraan verslaafd? Zeker ongeveer 5 jaar. 5 jaar? Ja. Hoe is dat met u begonnen? Hoe bent u er überhaupt in gerold? Wat was de reden? Verdriet en eenzaamheid. Oké, waar kwam dit verdriet vandaan? Verdriet kwam omdat ik plotseling mijn zoon verlies. Mijn zoon werd ziek en kwam te overlijden binnen 9 dagen. En daar was eigenlijk mijn strijd begonnen. Maar hoe oud was uw zoon toen hij stierf? 17 jaar. 17 jaar? Ja. Dus hij was in de bloei van zijn leven? Ja, was een student. Bloei van zijn leven. Ik zag het niet aankomen als moeder. Want normaal dan zie je dat een kind problemen heeft of ziek is of moe is. Maar bij hem zag ik niks. En hij liet ook nooit iets zien. Ja. Niet iets merken. En binnen 9 dagen nadat hij ziek werd, stierf hij? Hij stierf. En aan wat precies? Aan leukemie. Hij had een hersenbloeding gehad. Okay. En achteraf kwamen ze achter dat hij leukemie had. Dus dan konden ze niks meer voor hem doen. En 9 dagen daarna? Moest ik akkoord geven als moeder zijnde om de stekkers uit te trekken. Dus u moest beslissen om zijn leven te beëindigen? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat echt flink heeft ingehakt. Het was voor mij, ik voelde mij een moordenaar. Ik voelde mij een slechte moeder. En ik wist niet hoe ermee om te gaan. Mm-hmm. En ik begon gewoon heel veel te verbeelden voor mezelf. Van, oh nee, het is niet gebeurd. Hij is gewoon even van huis weggelopen. Hij komt wel een dag. Het was gewoon echt een denkbeelding van mezelf. Van, het is mij niet overkomen. Dus het komt allemaal goed. En zo gingen de eerste 2 jaren gewoon eigenlijk daarna. Goed, gewoon voor mij, gewoon blij zijn voor iedereen. Heel goed omgaan met de vriendenkring van hem. Iedereen zag mij als een sterke moeder, een sterke vrouw, een sterke collega. Ik kan het allemaal aan. Maar niemand wist eigenlijk wat er allemaal diep van binnen schuilde bij mij. Dus uw pijn werd verborgen achter een make-up? Ja. Van het gaat goed met me. Het gaat goed met mij en heel veel, altijd shoppen, gewoon bezig zijn. De mooiste van de mooiste, duurste van de duurste. Iedereen moet zien van het gaat goed met mij, ondanks de pijn, ondanks het verlies. U was verzorgd. Ik was verzorgd, het gaat zo goed met mij en dat beeld heb ik altijd voorgehouden.
Oké, maar uiteindelijk bent u begonnen met roken en drinken. Ja. Met wat begon u als eerst? Als eerste was ik begonnen met wijn. Mm-hmm. Ik had zoiets van, ja nee, ik moet wijn hebben bij het eten. En toen begon het daarna. Voor het eten had ik het nodig en tijdens het eten en daarna. En ik dacht van, oké, nee, als ik ga slapen, ik kan niet slapen. Laat ik maar extra drinken. Mm-hmm. En in de loop der tijd, dat hield een tijdje aan. Mm-hmm. En ik merk van, nou, dit helpt mij ook niet, want ik word toch weer 's nachts wakker. En dan ga ik in zijn kamer zitten, huilen en verdriet zijn. En ik ging een sigaretje opsteken, op balkon staan roken. En alles begint een beetje te veel te worden, omdat ik gewoon niet kon slapen in de nacht. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, nee, dit helpt mij niet. Misschien moet ik toch iets zwaarders gebruiken. En toen ben ik overgestapt naar whisky drinken. Dus van het een ging het over naar de ander. Van de ander, zo. En dat alles kwam omdat u een pijn had die u niet kon verwerken, die u niet Ik kon het niet verdragen. Maar u probeerde het te verhullen, ja. Door middel van de verslaving. Ja. En misschien is dat een aspect, beste vriend, waarin u zich kunt identificeren. Misschien heeft u ook iets traumatisch meegemaakt. Een scheiding, een verlies van een geliefde, zoals in het geval van mevrouw Lenny. Een van de meest verschrikkelijke dingen dat kan gebeuren. Het verlies van je kind, of misschien het verlies van uw huwelijk. Uw eigen zaak dat u met pijn en moeite en bloed en zweet hebt opgebouwd en het eindigde in een faillissement, of u heeft het ook verloren. En omdat u dat niet kan verdragen, moet u de pijn verzachten. Maar de pijn verzachten is niet hetzelfde als de pijn oplossen. Een probleem onder de tapijt schuiven zorgt er niet voor dat het probleem weg zal gaan. Het zorgt ervoor dat het tijdelijk weg is, maar daarna komt het weer naar voren. Maar tegenover uw vrienden, tegenover uw familieleden, tegenover de mensen, de buren. Nee, u heeft een status. Nee, u moet denken aan uw imago, aan uw beeld. Maar u bent langzaam aan het sterven. U bent aan het afbrokkelen. U weet dat het niet goed met u gaat. Dus daarom bent u bezig met de verslaving. Beste vriend, los het probleem op. En uw leven zal vanzelf naar voren gaan. Want blijven verbergen, dat is in elk geval niet de oplossing. En dat probeerde u wel. Ik probeerde het. Probeerde te drinken, te roken. Ja. Maar wat voor positiefs heeft dat voor u gebracht? Het was, alles was tijdelijk. Het was tijdelijk, want op een gegeven moment dan drink ik gewoon dan in de avond, in de nacht. En in de ochtend dan moet ik gewoon de dagelijkse dingen gewoon gaan doen. Mm-hmm. Ik moest gewoon gaan werken. En ja, dan ga je met hoofdpijn, maar ik ging door. Niemand hoeft te zien. Als ik zoveel kauwgum kan kauwen de hele dag, gewoon goed eten, leuk zijn. Iedereen ziet van, wauw, het gaat goed met haar. Ja, ik ben trots op je. Als u een flinke nacht had goed gedronken, de volgende dag zag u er niet uit. U slechte make-up, u zag eruit als brak en u ging zo naar het werk. Oh nee, absoluut niet. U zag er goed uit. Ik zag er goed uit. Ik maakte mij gewoon op mijn mooiste. Ja, want ik had sowieso een status en ik moest gewoon laten zien van, ja. Wie ben ik. Precies. Ja, ondanks alles, hier sta ik. Niemand hoeft te weten wat er gebeurt als ik er niet daar is. Mm-hmm. Niemand hoeft te weten wat er met mijn binnenste is. En dat was, zo ging gewoon door. Jaar in, jaar uit. Maar op een gegeven moment al dat drinken en het verbergen en de pijn. Die was daar. Want ik ging ook uit. Ik dacht van oké, dan kan ik gewoon met vriendinnen gewoon op stap gaan. Maar overal waar we naartoe gingen, ze wisten al van, oké, nee. Zij wil gewoon graag gaan eigenlijk naar een clubje waar ze gewoon lekker kan drinken, want dan wordt ze gewoon heel gezellig. En ze vonden het ook fijn voor mij, want dan heb ik gewoon geen verdriet meer. Mm-hmm. Dus ik liet altijd zien van, nou, ik ben happy, laten wij gaan. En dan als ik weer thuis kom, ze hebben me thuis afgezet, dan is het. Dat is weer mijn moment. Ja? En het heeft mij echt niet geholpen. Hoe lang heeft u lopen drinken ongeveer? Vijf lange jaren. Vijf jaren? Ja. Drinken en ook daarna was u ook verslaafd aan sigaretten? Sigaret was ik ermee gestopt, want het was ook niet wat ik wilde, dus ik ging over naar sigaar. En dan heb ik gewoon de tijd om gewoon echt mijn tijd te nemen, om daar sterke drank en sigaar en dan voelde ik me gewoon goed. Dan kan ik gewoon daarna ook gewoon goed slapen. Hoeveel dronk u in een week? Een fles, twee, drie? Een fles, soms anderhalf, want ik had altijd mijn voorraad. Want ik kocht gewoon van de duurste, want het was gewoon mijn hulpmiddel op dat moment. Mm-hmm. Dus dat daarvoor was uw medicijn? Dat was mijn medicijn.
Want de medicijnen van de doktoren, die hielp ik. Ja, ik gebruik het niet eens omdat ze mij niet helpen. Ik hou niet van medicijnen slikken. Mm-hmm. Ja, want dan ga ik echt slapen. Slaappillen, dan laat je slapen. En ik heb het een aantal keren geprobeerd. En het is alsof ik bij de Westen was. En dat wilde ik niet. En terwijl ik gewoon alcohol dronk, dan voel ik mij gewoon daarbij happy. Mm. Dat was mijn moment. Happy voor een tijdje. Voor een tijdje. Dus dat was het. Ik voelde mij happy op dat moment, wetende toch dat het niet goed was. Mm. Ja? Mijn eigen ik die zegt van het is niet goed, je moet ermee stoppen. Mm-hmm. Maar het was gewoon heel moeilijk te stoppen. Ik ben een keer met zoveel pijn in de maag naar de dokter gegaan. En na al die onderzoeken en zo, en bloedonderzoek, moest ik opletten ook voor mijn lever. Dat is gezegd. Kijk uit, drink je? En ik heb even toch gelogen van, af en toe een wijntje. Ja, dus heel veel water drinken. Mm. U verdedigde uw verslaving? Ja, klopt. Terwijl uw verslaving deed niks goed voor u? Nee. Alleen maar uw gezondheid nemen, uw geld nemen en u een tijdelijk moment van plezier bieden. Klopt. Maar daarna kwam de depressie weer terug. En de depressie die kwam zwaarder terug. Dan want, ja, toen wist ik gewoon niks meer, want toen had ik gewoon ook de pleinvrees. Want toen beland ik gewoon echt in de ziektewet dat ik gewoon niet eens naar buiten durfde te gaan. Er waren heel veel dingen, toch? Het was gewoon te veel. Het werd gewoon allemaal te veel. Het was gewoon alsof gewoon van de ene op de andere. De ene stopte niet eens en de andere kwam. En zo werd gewoon eigenlijk een bom in mijn hoofd. En dat is alleen maar, als die bom kwam, dat is het moment dat ik niet meer kan denken. Alleen maar denken van roken, drinken. Ik heb het nodig. Okay. En het is, ik wist dat het niet goed was. Maar ja, het was gewoon een verslaving die ik niet erkende. Ik wilde eigenlijk niet erkennen. Niet toegeven. Ik gaf het niet toe. Ja, u bent niet verslaafd, u bent een gebruiker. Nee. U gebruikt, u bent niet verslaafd. Ik was niet verslaafd. Maar uw leven ging wel kapot. Klopt. Dank u wel. Dan, zoals u ziet, beste vriend, iemand die gebruikte om zich beter te voelen. Voor een tijdje, maar daarna kwam de rekening en alles werd erger. Door te drinken, door drugs te gebruiken, door te gokken, door te roken, of door wat het ook is waaraan u verslaafd bent. Helpt het u? Wordt u er gelukkig door? Het klopt dat u even niet aan uw problemen hoeft te denken. Maar uw problemen komen de volgende dag twee keer zo hard terug. Maar misschien zegt u, ik wil stoppen. Ik wil echt stoppen. Maar ik heb simpelweg de kracht er niet voor. Er is een uitweg, er is een oplossing voor u. We gaan nu even naar een korte onderbreking. En dan zult u horen wat mevrouw Lenny heeft gedaan om de kracht van de verslaving in haar leven te verbreken en om nu gelukkig te zijn. En als het haar is gelukt, dan kan het u ook lukken om totaal gelukkig te zijn. We gaan nu even naar een korte onderbreking en dan komen we zo bij u terug. Tot straks. www.radiopositief.nl. Klik op uitzendschema en daar vindt u de tijden van verschillende boodschappen. U kunt 24 uur luisteren naar muziek en boodschappen van geloof. www.radiopositief.nl. Altijd opwekkend. Welkom beste kijkers, wij zijn hier in de studio van het UKGS Centrum en mijn gast van vandaag is mevrouw Lenny Granville. Iemand die gedurende 5 jaar verslaafd was aan sterke drank, sigaretten en vervolgens overging naar sigaren. Iets dat haar gezondheid heeft geschaad, zelfs pleinvrees voor haar bracht, zodat ze niet eens naar buiten durfde te gaan. En ondanks dit alles wat ze meemaakte, hield ze toch een keurig beeld van zichzelf als een goede en sterke vrouw. Maar in feite ging haar leven kapot. Dus mevrouw Lenny, u maakte dat allemaal mee gedurende 5 jaar. Drinken, roken, deftig zijn, make-up, naar je werk gaan. Maar uw leven ging kapot. Ja. Hoe is uiteindelijk dan de transformatie teweeg gekomen? Wat heeft u gedaan, wat heeft u bereikt, gevonden om de verslaving te overwinnen in uw leven? Ik kreeg heel vaak uitnodiging eigenlijk om de diensten van UKGR bij te wonen. En ik dacht van, ja, waarom zou ik? Mm. Ja? Waarom zou ik? Ik weet dat God bestaat, ik weet dat God met mij is en het komt allemaal goed. Ja? Hebben deze gasten mij te bieden? Ja, ze hebben, wat kunnen zij voor mij te doen? Ze komen met een folder, ze komen, ja, God heeft grote plannen voor je, ik kan gewoon je helpen. En ik denk, oké, dat zal wel. Mm-hmm. Ja? En zo had ik mijn gedachten, zoiets van, ja. Sceptisch. Ja.
Ik ben wel op een gegeven moment een keer toch meegekomen. En het heeft mij wel goed gedaan. Het heeft mij goed gedaan. En ik dacht van, oké, misschien wel. Maar ik kon toch niet loslaten wat ik mee bezig was. Ja? Mijn verslaving kon ik op dat moment niet loslaten. En ik dacht van, oké, moet dit zo? Het is allemaal zo strak. Ik zei nee. Ik ben een paar keer geweest en daarna weggegaan. Want ik kreeg toch niet, ik wilde eigenlijk de oplossing vinden. Want als ze zeggen, ja, bid of volg een gebedsketting, het komt goed. Ik dacht van, als ik daar ben en ze gaan voor me bidden, dan komt het goed. En ik vond dat op dat moment niet. Na 2-3 keer, ik dacht van, ja, er gebeurt toch niks. Dus laat ik mijn eigen ding doen. Dus ik ben gestopt. Ik was niet meer gekomen. Oh, dus u dacht, u gaat daar naartoe. Ja. Zij gaan voor u bidden. Ja. U zou als het ware de oplossing van uw leven als een cadeau krijgen van hier, alsjeblieft. Hier is jouw levensverandering. Ja. En het werkte niet zo. Het werkte niet. En ik was teleurgesteld. Ik was boos, teleurgesteld. Mijn tijd en die uurtje dat ik daar ging zitten, kon ik mijn eigen leven doen. En het was gewoon de gedachte die ik had. Ja, en ik ging naar huis en ik ging gewoon verder met wat ik deed, met mijn verslaving. Maar op een gegeven moment kon ik het niet meer aan. En het ging gewoon weer een jaar, twee jaartjes voorbij. En op een dag dacht ik van, ja, nee. Het bleef toch in mijn hoofd wat er gepredikt werd, wat er mee geleerd werd. Maar het ging hierin, andere kant uit, want ik wilde niet toegeven. En daarna kwam ik toch terug van, als het zo is, wil ik nu wel dat er iets gebeurt. Na 2 jaar kwam u weer terug bij de UKG. Ja. Omdat u toch de oplossing wilde. Ja. En wat heeft u hier gevonden? Als eerste, ik heb het geloof gevonden. Ik heb de rust gevonden. Ik begon te slapen. Ik begon te volharden. Ik ben gebedskettingen gaan volgen. En ik ben gaan strijden tegen. Ik heb geleerd hoe te strijden tegen de verslaving. En op een gegeven moment, na een tijdje, merk ik gewoon dat ik gewoon niet eens de drang had van, oké, ik wil die fles pakken. Ik heb de test met mezelf ook gedaan van, is het echt zo? Heb ik geen behoefte of ben ik aan het tegenwerken? Hoe heeft u die test gedaan? Wat heeft u precies gedaan? Ik wilde drinken na een dienst, want het was gewoon normaal van, ik ga en ik doe het gewoon. Maar ik dacht van, ja, wat voor nut heeft het? Nee, ik wil dit niet meer. Het ging gewoon niet. U wilde drinken, maar u zei nee. Nee, toch niet. Toch niet. Er was een moment, het was een week daarvoor, was ik wel naar huis gegaan en ik ben gaan drinken. En het was alsof mijn maag, alsof ik alles eruit moest schieten. Het was gewoon zo misselijk. Het was niet meer goed. Het voelde gewoon niet meer goed. Iets waar u vroeger naar verlangde en u dacht, ik moet drinken. Nu moest u bijna overgeven. Overgeven daarvan. En voordat ik het wist, ik kon niet meer weten van, ik was gestopt met sigaar roken. De geur, als ik dan op straat liep, dat was alsof iedereen mijn vijand was. Waarom ben je aan het roken? Het maakte mij gewoon misselijk. Alleen de geur. Terwijl ik nog pakken thuis had. En niet goedkoop ook nog. Gewoon pakken. Ja? En zo begon het allemaal beetje bij beetje. Dat ik dacht van, er gebeurt toch iets met mij. Dus u zag die transformatie? Ja. U begon de uitweg te volgen zoals hier deze afbeelding hier. Ja. U was daar en u begon richting het licht te lopen. Ja. En vandaag de dag, hoe is het? Drinkt u? Rookt u? Oh nee, ik ben gewoon echt jaren clean. Het is gewoon heeft echt... Heeft u behoefte? Oh nee, absoluut niet. Als u langs de gal loopt, dat u handen beginnen te jeuken? Oh nee. Nee. Dat u denkt, die Bacardi is in de aanbieding? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En ik kan nu gewoon lekker uitgaan. En mijn omgeving zie ook van, wauw, het is een andere lening. Ik heb geen behoefte aan niet eens een glasje wijn. Het doet me niks meer. De zomers, de plein is voor iedereen. Ik kan daar zitten met mijn bitterlemmen. Ik hoef niet. Ja? Of mijn fles water. Die alcohol doet me helemaal niks. En toen heb ik mijn voorraad ook thuis gewoon zo eruit gehaald. Want ik dacht van, oké, laat ik wegeten. Want wat ik zelf niet meer gebruik, moet ik ook een ander niet aandoen.
Heel goed. Het besef die kwam. En nu, hoe bent u? Heeft u vrede, geluk, de depressie overwonnen, het verleden? Ik heb het verleden overwonnen. Ik heb de depressie overwonnen. Ik heb innerlijke rust. Ik heb innerlijke vrede. Zonder alcohol? Zonder alcohol, zonder sigaret. Het is gewoon, nee, ik heb een leven. Ik heb nu eigenlijk eindelijk een leven. Ik heb rust. Ik ben gelukkig. Uit de verslaving gekomen. Ik ben gewoon helemaal, de verslaving is voorbij. Behoort tot de verleden tijd. Heel goed. Dank u wel voor uw verhaal, mevrouw Lenny. Alsjeblieft. Dan, zo hoort u het, beste vriend. Iemand die voordat zij kwam, was heel bitter. Heel bitter zonder vooruitzicht in het leven. Maar vandaag de dag, ze heeft het niet meer nodig. En hetzelfde kan ook voor u. Waarom niet? Wat heeft u te verliezen? Wat biedt het u? Behalve geldverlies, problemen voor uw gezondheid, problemen voor uw relatie, problemen voor uw familie. Wat heeft u eraan? U weet dat u ervan vrij moet worden. U heeft misschien al geprobeerd op eigen kracht en het is u niet gelukt. Kom dan naar deze bijeenkomst. Het is gratis. U hoeft niets te betalen. Het is geen cursus. Er wordt geen entreegeld gevraagd. Iedereen mag komen. Maar ik ben niet iemand die normaal gesproken naar een kerk gaat. Ik ben moslim. Ik ben hindoe. Ik ben boeddhist. Maakt niet uit. Wij discrimineren niet. Wij zullen u niet vragen naar uw geloofsovertuiging of uw achtergrond. We willen alleen maar één ding weten. Wilt u uw verslaving overwinnen? Ja? U kunt komen, want u zult ook deze hulp kunnen ontvangen. We gaan nu even naar een korte onderbreking. En wanneer we terugkomen zal ik een gebed opzeggen voor allen die verslaafd zijn, aan wat dan ook. En ook voor u die een familielid heeft, een zoon, dochter, man of vrouw, die te maken heeft met een verslaving. Ik zal ook een gebed opzeggen in voordeel voor die verslaving. Als u het wilt, kunt u een glas water bij de hand nemen, want wij gaan het zegenen en daarvan zult u kunnen drinken. We komen zo bij u terug. Tot straks. Beste vrienden, ik heb hier al mijn glas water, mevrouw Lenny ook. En wij gaan nu bidden voor u die worstelt met de verslaving en ook familieleden heeft die daarmee te kampen hebben. En wij gaan ook het glas water zegenen. Laten we nu met God praten. Heer onze God en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus, mijn Heer. Ik bid voor alle kijkers, mijn Heer, die aangeraakt werden door deze uitzending. Mensen, mijn Heer, die vrij willen worden van hun verslaving, mijn Vader. Maar niet weten hoe. Het ontbreekt hun aan kracht. Het ontbreekt hun aan die extra kracht die ze nodig hebben om er definitief vanaf te komen. Ik bid voor hun, mijn Heer. Ongeacht of het een verslaving is aan alcohol, sigaretten, drugs, softdrugs, gokken, eten, medicijnen. Wat het ook mag zijn, Heer. Dat u hun helpt. Dat u hun, mijn Vader, de kracht zal geven om te komen. Om ook de hulp hier te ontvangen in uw huis. Heer, ik bid ook voor hun familieleden, hun kinderen, hun man, vrouw. Hun broers en zussen, hier in Nederland of in het buitenland, in een gevangenis, in een instelling, in een inrichting, mijn Heer, die mijn Vader verslaafd zijn. Dat uw kracht op dit moment deze familieleden bezoekt. Vader, ik vraag aan u zegen dit water. En wanneer deze persoon ervan zal drinken, Heer, dat de dorst, het verlangen, de drang naar de verslaving weggespoeld zal worden, is wat ik u bid in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Heel goed dan, beste vriend, het water is gezegend. U kunt ervan drinken met geloof. Goed, wij zijn gekomen aan het einde van onze uitzending van vandaag. Maar ik wil u graag uitnodigen. Deze zondag om 3:00 PM. Hier in Den Haag aan de Fruitweg nummer 4. Tegenover tramhalte de Wouwermanstraat. Bereikbaar met tram 9, 11 en 12. Hebben wij de bijeenkomst van de Uitweg voor de Verslaving. Zoals we zeiden bij het begin van deze uitzending. Misschien bent u bent iemand heel keurig. Niemand zou denken van u dat u verslaafd bent. Omdat u een keurige huisvrouw bent, een succesvolle zakenman, een leraar zelfs. Iemand die andere mensen helpt. Zelfs iemand die werkt met verslaafden. U werkt in een afkeerkliniek. Maar u zelf heeft te kampen met de verslaving. En u heeft geld, u heeft connecties, u heeft een normaal leven, maar u heeft niet de kracht om de verslaving te overwinnen. Er bestaat een uitweg voor u. Deze zondag
om 3:00 middags hier in Den Haag aan de Fruitweg 4. Kom naar de bijeenkomst. Als u komt en niets verandert, u heeft niets verloren. Maar als u komt en u begint de verandering in uw leven te bemerken, dan heeft u alles gewonnen. En als u komt en niets gebeurt, hoeft u nooit meer terug te komen. Nooit meer. Maar als u komt en u ziet dat het u goed doet, dan weet u zelf. Er is een uitweg voor mijn leven. Goed dan, beste vrienden. We zijn aan het einde gekomen van onze uitzending. Deze zondag zal ik dus hier zijn om 3:00 middags met de bijeenkomst van de uitweg voor de verslaving. Zodat u ook u de verandering in uw leven kan bereiken zoals mevrouw Lenny dat heeft gedaan. Dat het ook voor u kan. Ik wens u allemaal een fijne dag. En we zien elkaar deze zondag hier in Den Haag aan de Fruitweg 4. We'll be right back.